Beste mensen, als je ziek bent en je komt in het ziekenhuis of in een kliniek, dan wil je natuurlijk beter worden. En de mensen die in de zorg werken doen er allemaal verschrikkelijk hun best voor. Gelukkig vaak met hele mooie resultaten. Ook nu we in Nederland steeds ouder worden en daarmee ook vaak zieker zijn. Meer aandoeningen tegelijkertijd hebben. De zorg kan steeds meer, maar dat maakt ook dat de zorg ingewikkelder wordt. En ja, daarbij gaan helaas ook dingen mis. Waardoor mensen niet beter worden, maar zieker. Of zelfs onnodig overlijden. En dat is heel erg. Daar mogen we ons niet bij neerleggen. 13 jaar geleden bent u met elkaar begonnen om die vermijdbare gezondheidsschade en sterfte zoveel mogelijk terug te dringen. En dat leidde tot een fikse daling. Maar die mooie daling is daarna gestopt. Terwijl nog steeds elk jaar rond de 1000 mensen in het ziekenhuis overlijden bij wie dit mogelijk voorkomen had kunnen worden. Bijvoorbeeld met betere communicatie, met betere samenwerking of met betere nazorg. Er is dus echt werk aan de winkel. En ik snap dat die volgende stap moeilijker is. Want het laaghangend fruit is nu wel geplukt. Er moeten nieuwe wegen worden ingeslagen, waarbij cultuur en gedrag centraal staan. Waarbij mensen op de werkvloer open tegen elkaar durven zijn over wat niet goed gaat. Dat is moeilijk, maar nodig, zodat je kunt leren van elkaar. En dit vraagt om een echte cultuurverandering. In heel complexe organisaties, want dat zijn de ziekenhuizen en klinieken. En daarom ben ik zo blij met dit programma Tijd voor Verbinding. Een programma met hernieuwde ambitie. Om in 4 jaar tijd die vermijdbare schade en sterfte verder omlaag te brengen. Een programma waarin iedereen in de medisch specialistische zorg samenwerkt. Artsen, verpleegkundigen en verzorgenden. En heel belangrijk, patiënten. Het programma richt zich op antistollingszorg, kwetsbare ouderen en het belangrijke gesprek dat zorgverleners onderling en met hun patiënten moeten voeren. En dat gebeurt door te kijken wat er wel goed gaat in deze zorg en hoe anderen daar dan van kunnen leren. Het draait dus om samenwerken, informatie met elkaar delen en zo samen de zorg veiliger maken. En dat is een nieuwe manier van werken, die ook gelijktijdig door Zon en Wee wordt onderzocht. Met het programma Safety 2. En ook dat is belangrijk, zodat we weten of deze methode werkt. Aan u allemaal zou ik willen vragen, werkt u in een ziekenhuis of kliniek en weet u een goed voorbeeld om de zorg veiliger te maken? Deel dat dan met de mensen van Zorg voor Verbinding. En ook als u patiënt bent, kunt u dat doen. En weet u, het hoeft echt niet iets spectaculairs te zijn, want mooie resultaten zitten soms in een klein hoekje. En elk resultaat telt. Zo kunnen we samen ons doel bereiken. De zorg nog beter maken. Een groot goed voor ons allemaal.